welke mijn koffiediscounter. Maar om het wat beter uit te leggen, vraag ik even je aandacht voor onze koffie-expert. Bos maakt weer iets moois. De TCA5809. En die heeft nou weer net wat meer functies dan zijn voorligger. En leunt eigenlijk tegen de topserie, de 71 en de 73 serie, aan. Hij doet dat wel in het compactere model. En dat betekent dat u hem gemakkelijk kwijt kunt. Hij bedient lekker. Hij heeft een symbolendisplay en dat is makkelijk. Dol als ik ben op die boontjes. Daarmee stel je de sterkte van je koffie in. Hij heeft een cappuccinatore. Dat is een apparaatje dat als hij melk uit een pak zuigt of uit zo'n kannetje, die er trouwens niet bij hoort, maakt hij daar meteen schuim van. Deze eco-knop is belangrijk. Niet alleen is het zo langzamerhand de wet aan het worden in heel Europa. Dat betekent dat hij weinig stroom verbruikt omdat hij automatisch op een slaapstandje gaat. Nou, dat is natuurlijk op zich heel nuttig voor onze energieleveranties die we zelf moeten betalen. Prettig hoor, dat knopje. Het is een grote emmer, zoals we dat dan noemen in het gezin. En zo gaat hij naar een, wat mij betreft, echt drinkbare koffie naar het Italiaanse formaat. Laten we maar eens kijken wat hij uiteindelijk gaat brengen. Hé, hey, die maakt echt een mooi crème laagje. Dat is een crème laag hoor. Is wel echt hè? Die is goed zeg. Kijk, en dat is nou het verschil tussen George Clooney en ik. Het enige verschil. Clooney drinkt hem niet. En ik drink hem tenminste zelf ook. En ik oordeel dus echt, hij is erg goed. We gaan even een cappuccinootje maken, of misschien wel een grote. Want dat Milk World System van Bos, daar hoor ik goede berichten over. Het is ook wel handig, er kan ook een groot glas onder. Je schuift dit gewoon omhoog. We zetten hem hier. Dan maak je eerst een espressootje onderin, want dat is natuurlijk het beste om hem onderin te zetten. We zetten hem op melkschuimen, op het Milk World System. En we gaan kijken of hij ons helemaal tevreden stelt. En daar komt hij aan. Ik vind hem mooi zo. Kijk eens even. Het is prachtig melkschuim. Heel lichtbruin van boven. Helemaal niet doorgemengd. Nu wil ik weten hoe die smaakt. Wauw, die is heet, hè? Hij is wel echt. Waterbak, die is groot. Die is extreem groot en dat is een groot voordeel ook nog. 1,8 liter. De bonenmaler. Ruim bemeten met 200 gram inhoud. Terwijl de afstelling hier aan de achterzijde zit. Kijk, typisch Coronel, die zet hem meteen op zijn fijnst. Want dan weet ik zeker dat ik veel smaak overhoud. Ook handig is voor hen die een portie gemalen willen toevoegen. Dat kan zelfs voor twee personen in één keer worden toegevoegd. Bijvoorbeeld voor hen die allergisch zijn voor cafeïne. De zetgroep is uitneembaar. Goed vergrendeld wijst de weg vanzelf door de aanduiding van het rode lipje. Je trekt hem eruit en als u die nou één keer in de week met lauw water grondig naar alle kanten schoonspoelt, vooral die zeef die u daar ziet zitten, dan heeft u verder geen onderhoud aan deze bijzonder handige Bosmachine. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de zetgroep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of zes per jaar, dus iedere twee maanden.
heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkersetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.